Een man heeft woensdagavond geprobeerd de Ethos drogisterij aan de Torenstraat in Helmond te overvallen. Hij bedreigde de aanwezige personeelsleden daarbij met een mes. Medewerkers hielden de man aan de praat en de politie was snel ter plaatse, zodat de overvaller nog in de zaak kon worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau en zit in de cel voor verder onderzoek. Bij de overval is niemand gewond geraakt.